Voordat deze video begint wil ik even melden dat dit twee oude hoekwedstrijden zijn van eind 2023. Ik had gewoon tot nu toe geen tijd om ze online te zetten. Ik wou ze normaal online zetten met twee andere hoekwedstrijden van afgelopen maanden waar ik naartoe was geweest. Maar dan zou de video bijna 40 minuten duren en dat is gewoon iets te lang natuurlijk. Dus hierbij twee oude hoekwedstrijden, twee nou, misschien wel leuke wedstrijden. En de andere twee wedstrijden komen gewoon volgende week netjes eraan. Vandaar dat deze twee wedstrijden nu pas geüpload worden. Geniet van de video! En we zijn weer aangekomen in het Oosso Bruisende Hoek. Vandaag gaan we naar de Hoek tegen Una. Het is een topper tussen de nummer 2 en de nummer 5. Als ik hier juist ben, Hoek staat op de vijfde plek. Gaat een zware wedstrijd worden, maar hopelijk hebben we winst. Ik ben een beetje aan de late kant, dus even doorstappen. Ja, ze spelen tegen Una Zeelst. Ik weet niet zo heel veel van die club, dus ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Wel kom ik vandaag vanuit Antwerpen. Ik moet straks weer gewoon terug naar huis. Maar vandaar dat ik geen verbinding eerder kon pakken. Normaal ben ik daar echt ruim van tevoren op de club. Maar vandaag ben ik daar denk ik 20 minuutjes van tevoren. Dus eventjes wat drinken, wat eten scoren en dan Hoek naar de overwinning schreeuwen. Het is weer ouderwets druk eigenlijk. De auto's staan tot daar. Ik let er vaak niet op, dus ik weet niet of dat eigenlijk normaal is. Meestal is het wel, staat het wel redelijk vol hier. Maar goed, hopelijk komen er heel wat mensen. En hopelijk wint Hoek weer eens een keertje. Dan kunnen we de aansluiting naar de top verstevigen. Hè? Toch wat minder mensen dan ik had verwacht, maar toch nog een mooi aantal dat gekomen is. Hoek, de openingsfase, we zijn ondertussen zo'n 12 minuten bezig, het kan beter. Het is oké nog. Wauw, mijn stem. Het is oké nog, het is niet goed, dus het is niet heel slecht. Het weer is ook echt weer totaal omgeslagen, maar ik blijf voor hier staan. Weinig kansen voor Hoek eigenlijk, dus niet heel veel te filmen op dit moment nog. Deze had erin moeten zitten. Ja, een kans dat het niet zo heel vaak voorkomt, want tot nu toe is het wel redelijk een saaie wedstrijd. Net erover, daarna een 1-op-1 gemist, erover. Die kans wordt hier niet afgemaakt vandaag. Fucking kut. Kut, sorry man, dat had al lang 3-0 kunnen staan ofzo. En helaas, zoals ik ook had voorspeld en degene die aan het lopen waren ook hadden voorspeld, iedereen door de vrije trap. Wat een mooie vrije trap. Daarnet viel die bal achter de goal, maar iedereen dacht dat het de goal was, dus zelfs aan de tribune ging juichen. Maar helaas. Het is weer zo inspiratieloos voetbal. En helaas, typisch Hoek weer. 2-2. Dat mocht niet echt gebeuren, dat kan gewoon niet. Come on.
Ik heb een heel klein voorgevoel dat de laatste vrije trap wel een penalty moest zijn. Maar ja, ik kon het niet zo heel goed zien, dus ik ga me daar niet over uitlaten nog. Maar het was weer gewoon een typisch hoekmomentje. Het weggeven, twee keer de voorsprong weggeven. En ja, je had hier moeten winnen. We hadden heel weinig balbezit. Het ging niet zo heel fantastisch. Maar de kansen die wij hadden, die hadden zo hard afgemaakt moeten worden. Die moet je gewoon afstraffen. En helaas is dat niet gebeurd. En goed, op het einde kwamen hun hele tijd terug. Dus ik was al bijna bang voor een 2-3. En die zat er ook echt aan te komen. Maar ja, we hadden het allang ja, de wedstrijd, hoe zeg je dat, klaar hebben gespeeld. Of hoe die uitdrukking ook al gaat. Ze hadden de wedstrijd te lang kunnen beslissen, zeg maar. Maar dat is weer niet gebeurd. Maar goed, typisch hoekmomentje. Hier komt ook een tweede hoek dag of tweede hoekwedstrijd in deze video. Welke het gaat zijn, nog geen idee. Hopelijk gaat het de volgende keer beter. Ik heb nog maar 20 minuten en het regent vandaag. Hoek tegen Baronie. Een van de degradatiekandidaten, Baronie volgens mij. Die hebben ook enorm veel tegendoelpunten. Een van de meeste tegendoelpunten. En Hoek een van de meeste juist doelpunten gemaakt. Dus ik ben nu snel op weg naar Hoek. Want ik wil nog even wat drinken en misschien wat eten. Om naar de wedstrijd te kijken. En ik heb mijn beversjaal mee. Niet omdat ik hier wil laten zien dat ik van Beveren ben. Ik bedoel, natuurlijk, maakt mij niet uit. Maar ik ga straks ook nog naar Beveren toe. Maar dat is een andere video. Die staat al online als deze video online komt. Dus kijk die zeker eventjes. En van Hoek naar Beveren geraken is lastig. Dat duurt heel lang. Dan moet je helemaal via Gent gaan. Dus ja, zie daar voor een andere video. Op naar Hoek. En we zijn er met nog ruim een kwartier speling, zeg maar. En ook hier heb je opeens een vrouwelijke scheids. Maar goed, als ze goed fluit, dan, ja, dan moet je niet klagen uiteindelijk. Het gaat om de kwaliteit, niet om de gender. Daarnet een hele grote fout in de verdediging, bijna 1-1, maar gelukkig schoot hij naast. Keepertje geblesseerd, maar in de herhaling op mijn eigen beeld zag het wel bij het spel uit, dus ik kan het nog begrijpen deze keer. Alhoewel, die verkeurt hij hem niet af natuurlijk. Het was weer een flinke overtreding, maar een gele kaart voor Baronie. Die komen blijkbaar uit Breda. Ik had geen idee, ik ken die club ook niet, maar het is volgens mij een zondagclub. Want heel de competitie is veranderd en ook nu natuurlijk ook heel veel zondagclubs tegenkomt. Schelen!
Ik was rustig iets aan het drinken, komt er een hele grote kans. Hagen die schoot op de doelman, de rebound ging er ook niet in. Dus helaas. Kom op, jongens! Hoeveel wil je ervoor hebben? Wat dat van, dat was echt geen overtreding. Jongens, maak het nog even. Ja, die vorige kans die was wel een overtreding. Tenminste, hij raakte hem heel licht, maar hij raakte hem wel. Het was geen penalty, maar in ieder geval een vrije trap. Maar dit is weer een andere vrije trap, dus hopelijk vliegt deze er een beetje in. Hij doet een Lukaku, hij houdt hem zelf tegen Schalkwijk. Nou ja, maar ik kon er ook niet veel aan doen. Het stond gewoon per ongeluk in de weg. Had anders wel een goal geweest, denk ik. 1-0 is de helft, maar ja, Hoek heeft het al vaker weggegeven. Tegen zondag clips volgens mij naar 1-0 voorsprong. Dus laten we hopen dat het zo behouden blijft. Of uitgebreid wordt natuurlijk. Het is 3-1, Hoek houdt weer een keer niet de 0, heel weinig gebeurt dit seizoen, nee. Altijd eigenlijk, maar het is wel een mooie goal van Baroni, dat moet wel gezegd worden. Spijtig van de aanname. Ik kan niet meer spelen, maar ja, ik was proberen nog te werken.
Ja, het is zo donker dat je het bijna niet meer ziet, maar dit was mijn laatste keer ook dit jaar, want het is ook de laatste wedstrijd. Daarom wat sfeervolle verlichting, je ziet echt heel weinig op deze camera. Ik ga snel naar de bushalte. Ja, je ziet me helemaal niet meer. Waarschijnlijk komen weer 3 wedstrijden in deze video. Misschien 2, misschien is dit wel de laatste wedstrijd in deze video. Ik moet het nog even zien en anders zijn er 2 van 2023 en 1 van 2024. Maar ik wil even een heel korte recap doen van de wedstrijd. Die vrouwelijke scheidsrechter heeft best prima gefloten op een paar dingetjes na misschien. Er was nog een soort van opstootje, maar ook weer niet of zo. Die van Baronie waren soms een beetje, vuur. Ook in het taalgebruik wel een beetje. Maar het was in principe best wel prima wedstrijd. Het liep niet uit de hand of zo. Misschien wel frustraties heen en weer, wat er vaker is bij voetbal. Zeker op dit niveau. In ieder geval, Schalkwijk heeft er echt heel wat gemist. Ja, normaal schiet hij. Hij is er nog best wel makkelijk in of zo. Hij schiet er toch vaak veel in. Dit keer niet. Het was ook niet helemaal zijn wedstrijd. Het was wel een paar goede acties, maar goed. Ik kan ook niet elke keer goed spelen, denk ik. In ieder geval, ik ga naar de bushalte en we zien hier wel of er nog een nieuwe video komt. Tenminste, of er nog een nieuwe wedstrijd komt of niet.